Kunnen we het eerste half uur een doelpuntje meepikken, dan wordt er terug spanning in de wedstrijd. Maar 2-0 verliest, dan heb je kansen. Procent maakt voor mij niet uit. Ik bevestig wat Sammy zegt. Het heeft te maken, als je in het begin van een partij een doelpunt kunt maken, dan stijgen je kansen. Dus op dat vlak hangt het ook een beetje af hoe goed we ons voelen in de wedstrijd. Als wij snel een doelpunt kunnen maken, dan kunnen we in de match komen. Dan kunnen we geloven in onze kansen en dan stijgt ons percentage. Als bijvoorbeeld PSV vroeg een doelpunt zou kunnen maken, dan stijgen hun kansen nog meer. Dus laat mij daarover niet te veel op vooruit kijken. Maar ik ben coach en ik geloof nog altijd dat we morgen voor een verrassing kunnen zorgen. Ik denk dat we vorige competitie hier komen winnen hebben. En we hebben hier tenslotte niet verloren op Anderlecht, dus ik denk wel dat we hier met volle vertrouwen op dat veld kunnen stappen morgen en ons volledig te laten gaan. Je moet nog 90 minuten gespeeld worden en er is nog van alles mogelijk, dus het is nog zeker niet gespeeld.